Zo word je kampioen. Hè. Zonder muizen is het lekker ballen. Mo. Ja, ik ben nooit kampioen gespeeld, dus ik kan het niet zeggen. Van harte welkom bij een nieuwe Unibet Experts, waarin Moasson Hagen, de bekende Noorse wielrenner, maar eigenlijk gewoon een voetbalanalist, kopballes zal geven aan een Japanner. De genaamde Dimitrius die zit in gedachten al op een Ibiziaans strand met een cocktail met een twist, waarschijnlijk Sex on the Beach, met een Genki erbij. Maar nog zoveel meer, we geven ook een trui weg van Unibet. En we gaan kijken of die kleine Argentijn de mannen van Atletico vakkundig zou kunnen muilkorven. Van harte welkom, we gaan gewoon snel beginnen. Hey. Ja, Mo, Philippe Clement zei het vorig weekend nog. We zijn weer een wedstrijd dichter bij de titel. Wat nog een puntje erbij, de voorsprong, hè, ondanks dat gelijkspel. Zie jij er graag in tegen Racing Genk? Ja, de voorsprong is nog altijd 8 punten op Racing Genk. Dus jij zou comfortabel op die eerste plek staan, Club Brugge. Wat me wel is opgevallen, dat er de belangrijke spelers van de voorbije jaren, voorbereiding van Aken, minder in het spel voorkwamen tegen Anderlecht, maar uiteindelijk wel cruciaal zijn in het maken van de doelpunten. Dus wel bij het doelpunt van de Walang als het doelpunt van Bas Dost. Dus dat is wel positief, iets dat ze kunnen meenemen naar de volgende wedstrijd. Ja, de netten proper houden, Dimi, dat is ook een kunst. Lukt dat een beetje bij de teams? Ja, bij Brugge is er momenteel wel een probleem. De laatste 5 van de 6 kunnen ze geen clean sheet bouwen. In het begin van het seizoen was dat geen probleem. Kregen ze bijna geen doelpunten tegen. Nu krijgen ze veel doelpunten tegen. Komen dan tegen een Racing Genk dat 15 doelpunten scoort in de laatste 5 wedstrijden. En ik durf bijna te zeggen, Dave, dit Genk met eigen geloof en eigen kunnen, zeg maar, speelt momenteel de beste voetbal in België. Wat vind jij achterin bij club, de organisatie en dat soort dingen daar, Mo? Ja, ze schakelden terug over naar een 3-mans-defensie. Zonder Mata, die natuurlijk er niet bij was. Maar het was uiteindelijk een billig gelijkspel tegen Anderlecht. Ze komen nu tegen Racing Genk. Dat heel veel eer gaat naar Bongonda, Onuwachu. Maar ik vind Torsvet, sinds dat hij in het elftal is gekomen, is Genk terug beginnen draaien. En die wordt week na week precies beter. Ja, maar jullie weten toch wat het geheim is. Dat heeft hij verklapt. Die zit in zijn hoofd. Waar zit hij in zijn hoofd met een cocktail op het strand? In Ibiza in Spanje zat hij toch, hè? Dacht ik. Ja, tuurlijk. En dat is de goede instelling, jongens. Het leven is kort. Ja. YOLO. Genieten. Beetje voetballen. Beetje sippen van je Sex on the Beach. En klaar. No stress. Delen we die mening? Absoluut. Over Bogonda gesproken trouwens, 5 doelpunten in de laatste 5 matchen, dus schrijf het maar op. Want alleen zo word je kampioen. Zonder muizen is het lekker ballen. Mo. Ja, ik ben nooit kampioen gespeeld, dus ik kan het niet zeggen. Dimi, heb jij de conclusie? Absoluut. Doelpunten in de mijnstad. Minimum 3. Dimitrius, kijk eens in je glazen bol. Hoe zit dat ook alweer met het verleden en wat betekent dat voor het heden? Dus sinds 2019 geleden heeft dat Antwerpen nog eens kon winnen van Anderlecht. In de laatste 3 onderlinge duels had Anderlecht zelfs 7-9. Dus knappe prestatie, gezien de drama toch de laatste jaren bij Anderlecht. Ik ben niet onder de indruk, Dimi, want 2019, dat is niet zo lang geleden. Ik dacht dat je ging zeggen 1919 of zo. Vind je dat zelf een relevante statistiek? Of is dat gewoon voetbal? Ik vind dat wel, want de laatste 2 jaren heeft Antwerpen toch wel een serieuzere monte gemaakt in Belgisch voetbal. Okay. En als je dan als Anderlecht zijnde toch 7-9 kan halen, met de perikelen die er afgelopen jaren zijn geweest bij Anderlecht, vind ik dat niet slecht. Mo, we hebben allebei een boon, denk ik, voor die kleine, vinnige, flukse Japanner, die Miyoshi. Dat is een heerlijke voetballer. Ja, als je de selectie van Antwerpen op dit moment bekijkt, is dat de ideale speler om Rafailov te vervangen. Is het profiel dat het meest op lijkt en heeft het gewoon goed gedaan tegen Genk. De eerste half uur van de tweede helft was Antwerpen gewoon heel goed en was hij een van de dragende spelers. Wat kan Miyoshi niet dat jij wel kon? Heel eerlijk antwoorden, spontaan. Gooi eruit. Niet veel. misschien kon ik wel beter koppen dan Miyoshi, maar ik ben ook mijn kop groter. Ja, daar moest ik even over nadenken. Dat was een doordenken. De doelpunten, Dimi, dat is ook bij Anderlecht wel opmerkelijk. In 5 wedstrijden, hoeveel heb je er geteld? 16, hè. Dus terug feest in Anderlecht. 16 doelpunten in de laatste 5 wedstrijden. Dus Koppa heeft alle reden om te vieren, zeg maar. Van voor zit het echt wel heel goed. En dit Anderlecht is momenteel wat mij betreft iets meer in het voordeel dan Antwerp. Ja, schitterende goal, ook vrije trap eindelijk van
namen Bruun Larsen, die scoort met daar een doelpunt, zeg. Hallo, ja. En blij dat hij was achteraf. Ongelooflijk. Ja, ja, heel blij. Maar ik keek een beetje raar op. Compagnie deed die wissel dan. Schade eruit voor Bruun Larsen. Ja, ook Achimero, die niet goed in de wedstrijd zat, heel snel vervangen. Eindelijk zou ik zeggen, hè, en wat een beauty, zeker die vrijschop. Maar hij is ook betrokken bij het eerste doelpunt van Mesha met een goede assist. Dus een goede wissel van Compagnie die uiteindelijk rendeert. Goed, Dini, heb jij een conclusie? Ja, absoluut. Antwerpen heeft een probleem met clean sheets bouwen. Neem daarbij dat ze makkelijk scoren en Anderlecht ook. En daarom gaan we voor beide teams scoren. Jongens, de terugwedstrijd is dat van de barrage. Het staat 1-1. Bever heeft een uitgoal gemaakt en heeft dus in principe aan 0-0 genoeg. Krijgen het bezoek natuurlijk van de ex-coach. Die heeft nog een verleden bij Bever, Emilio Ferreira. Wat is jouw buikgevoel? Wat gaat dat worden, Dimi? Oh, was een wedstrijd om snel te vergeten, vond ik persoonlijk. Hè? Om er even op terug te komen. Twee heel makkelijke penalties. En technisch gezien zijn dat penalties, Dave. Dat weet ik wel, maar ik noem dat geen scorende mogelijkheden. Dus ja, ik vond het niet zo'n leuke wedstrijd. En ik vond Serij ook beter dan Waasland Bever. Die hebben veel technischere spelers die veel sneller zijn van voor. Dus ondanks die late gelijkmaker van Serij vond ik Waasland Bever nog goed wegkomen ook. We hadden het er vorige week al over. Hè? Ik heb ze ook dit jaar een paar keer gezien. Het is echt als tegenstander heel vervelend om tegen hen te voetballen. Want Ferreira heeft natuurlijk wel wat tactische troeven up his sleeve. Hoe zie jij het verlopen, Mo? Ik verwacht eigenlijk dat Serijn daar zeker gaat scoren. Dus als ik Bever zou zijn, zou ik zeker niet op de nul proberen te spelen. Serijn is een team dat altijd voor het doelpunt gaat. Ze hebben ook spelers met Bernier, met Mikael Tadze, ik al zei, Al-Badawi. Echt spelers die het verschil kunnen maken. Als ze gaan achteruit hangen, dan loopt het mis, denk ik. Ja, maar gaat Bever ook niet in eigen huis even de team uit 1B, zo gezegd, willen overbluffen, snel komen en als ze kunnen scoren, ja, dan snij je wel de benen af misschien. Ja, het thuisvoordeel is niet heel tegenwoordig, dus zeker in zo'n finale wedstrijd zonder publiek. Voor Emilio Ferreira zou het wel mooi zijn moest hij daar natuurlijk de titel kunnen pakken op de Freetiel waar hij zo lang actief is geweest. Wie promoveert er dan, heren? Mijn buikgevoel zegt Serijn, maar ten eerste Waasland Bever op de nul spelen, dat zou ik sowieso niet doen, want dat is een heel slecht idee. Als je kijkt naar het aantal tegendoelpunten dat ze dit jaar geslikt hebben, Waasland Bever is niet het team om op de nul te gaan spelen. Maar Serijn is echt heel gevaarlijk van voor, maar die gaan natuurlijk willen komen wat ruimte gaat geven voor Waasland Bever. Serijn laatste 6 van de 7 heeft ongeslagen, maar Waasland Bever scoort wel minimum 2 goals in de laatste 4 van de 6, waaronder toch een degelijke prestatie tegen Leuven, top of mind. Dus ja, kansloos eigenlijk ze zeker niet. Nee, maar ik zou toch nog willen toevoegen, toen ze er moesten staan, Waasland Bever, toen stonden ze er wel degelijk. Heb jij een conclusie, Dimi? Absoluut, beide teams scoren, ditmaal niet via penalties. Dit zijn alle 1x2 voorspellingen van Dimi en van Mo voor de komende speeldag in de Jupiler Pro League. Maak een mooie combi, maar speel vooral verantwoord. Kan die kleine Argentijnse tovenaar ze nog in de titelrace houden? Barça, dat is natuurlijk een hamvraag. Maar heren, ik heb een andere vraag voor jullie. Geen vraag van Ham, maar wel een quizvraag. Zijn jullie klaar? Yes. Ja. Hier gaan we. Wie van deze spelers scoorde het meest aantal goals voor Barça dit seizoen? Was dat A. Piqué? Was dat B. Pjanic? Was dat C. Busquets? Of was dat D. Umtiti? Jij mag beginnen, Mo. Busquets. Dimi? Ja, Busquets. Die gasten hebben samen het bijzonder ronde getal van 0 goals. 0 goals, ja. Hey, dit was de instinker, jongens. Het moest er eens van komen. Hè. Ja, het moest er eens van komen. Nice, nice, nice. Goed gedaan, Dave. Goed gedaan. Maar we blijven vrienden, hè? Ja, we blijven vrienden, absoluut. Jongens, we vatten de koe met de horens. To the point. Onderling, hoe zit dat, Dimi? Ja, laatste 6 van de 7 minder dan 3 goals. Wat opvallend is, als je weet met de spitsen die ze alle 2 hebben. Dus weinig doelpunten. Vooral een goede organisatie van Atletico Madrid. En Barcelona heeft traditioneel in de laatste 2 jaar toch wel moeilijk tegen Atletico Madrid. Dimi, wie wordt er kampioen? Dat moet je niet aan mij vragen, Dave. Ik ben Barcelona supporter. Uiteraard zeg ik Barcelona. Mo, wie wordt er kampioen? Barça.
niet Hala Madrid en de andere Moors. Nou, hou op met die Hala Madrid. Tot elkaar. Ik heb geen voorkeur, jongens. Soen klam. Mo, Frenkie de Jong, kan je dat eens in een zinnetje toelichten? Want die blinkt ook wel uit de laatste tijd. We moeten niet alleen over Messi hebben. Wat is zijn toegevoegde waarde? Ja, kwam heel veel in de 16 tegen Valencia. Creëerde de penalty. En ook bij de 1-2 van de Griezmann. Infiltreerde hij ook goed. Kopte hij op doel en Griezmann besluit. Aan de andere kant, ook over Atletico, iets te zeggen. Suarez is terug. Tegen zijn ex-ploeg. Dus dat geeft toch wel de wedstrijd nog een extra dimensie. Ik denk dat we gewoon moeten gaan kijken. En ja, we kunnen er dat lang en breed over uitweiden. Demi, maar concludeer jij maar lekker. Druk op de ketel bij FC Barcelona. Maar ze scoren minimaal 2 goals in de laatste 14 van de 18. En dat gaan ze deze wedstrijd gewoon opnieuw doen. Vive la France! Deze week een combi met enkel Franse wedstrijden. PSG, Monaco, Lyon en als kers op de taart, Lille winnen allemaal hun wedstrijden. Prachtige geboostnotering bij Unibet, ook terug te vinden in de Expert app. Tijd om iemand blij te maken, met name Jorik de Pauw. Jij wint dat t-shirt van Unibet. We hebben ook een nieuwe vraag. Real tegen CBA, jawel. De stand aan de rust en de stand helemaal op het einde. Weet je niet? Laat het dan achter in de comments met ook jouw username erbij. En dan wil je misschien wel een trui van Unibet. Dus veel succes. Goed heren, we zijn er weer doorheen. Ik stel voor dat jullie ter voorbereiding van de volgende wedstrijden even lekker gaan inleunen. Dat is altijd goed voor de fysieke paraatheid. En dan zien we elkaar snel terug.